Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en de Geheime Kamer op de computer. De vorige twee afleveringen heb ik erg veel gepraat over seks en dat spijt me. Misschien voelde je je niet comfortabel omdat je in de woonkamer zat met je ouders of andere redenen. Ik bied in ieder geval mijn excuses aan en ik ga het goed maken door nog een aflevering te praten over seks in de wereld van Harry Potter. Graag gedaan ook daarvoor. Waarom? Ik heb in... zoveel Harry Potter games heb ik zo'n beetje ieder probleem in de Harry Potter wereld al gepakt. Bijna alles waarvan ik denk, dat is raar. Zoals dat Harry bijvoorbeeld alle afdelingspunten haalt in deze game. Of, wat heb ik al? Ik heb zoveel dingen gezet dat ik het bijna niet eens meer kan opnoemen. Dat wachtwoorden nergens op slaan. Hoe wisseldranken niet misbruikt kunnen worden, et cetera. En toen bedacht ik me net opeens, ik heb het nog nooit in al mijn video's gehad over seks in de Harry Potter wereld. Oh my foppen. Foppen is mijn god, namelijk. Dus ja, ik had zoiets van, weet je wat, dit is eigenlijk wel mijn kans, of niet dan? En toen, in de vorige aflevering hebben we het dus gehad over dingen in de Harry Potter wereld die voor seks gebruikt kunnen worden. Denk aan de Kamer van Hoge Nood, et cetera. De spreuk waar dingen groter van worden. Maar vandaag heb ik sowieso veel beter. We gaan ons verdiepen in de wisseldrank. De wisseldrank waar we deze aflevering mee bezig zijn. Lekker actueel op de game. Die kun je voor zoveel seksuele dingen gebruiken. Je kan gewoon je vriendin jou laten worden. Ja, maar jouw lichaam en jouw vriendin, jou. Dat zijn sommige mannen vinden het leuk om in de kont genomen te worden met een voorbind dildo. Dan wissel je eigenlijk het geslacht om. Kun je gewoon doen door je vriendin een piemel te geven. Jouw piemel, dat het niet een beetje heel gay wordt. En jij hebt de vagina van je vriendin. Dat is toch leuk? Dat is toch schattig? Je kan ook gewoon je vriendin hetzelfde laten en jij het lichaam van je vriendin. Een soort van lesbische seks met je vriendin, maar dan ook alweer een beetje hetero. Ik zou het doen persoonlijk. Ik weet niet of mijn vriendin dat leuk vindt. Ik heb geen vriendin. En als ik er een had, zou ik zeggen, zal ik jou worden? En dat we dan lesbische seks hebben. Waarschijnlijk zou ze raar reageren. Zegt ze, nou Rick, doei. Ik ga een jongen zoeken die niet gek is. En dan, oké, doei. Leuk je gekend te hebben en shit. Dus ja, dat wou ik even kwijt. Toen waren al mijn ideeën op. Welkom bij deze aflevering. We gaan even eens lekker naar Kwast toe, want die is aan het slapen of korzo. Een van die twee gasten, die ene gast die een spoor van kippenboutjes achterlaat. Ja, die gast is een lekker tukkie aan het doen. Zoals het hoort in lekker tukkieland. Dat is waar de meeste mensen slapen in, lekker tukkieland. Ja, ik ga hem ook niet wakker maken. Ik pak alleen een paar van zijn schaamhaartjes en die doe ik lekker in mijn mond. Dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt, ja. Nou, het zegt. Eens even kijken, hier is een hele mooie berg hooi. Hooi, berg hooi. Zweeft het stukje nou in de lucht? Nee. Oké dan. Hij ligt daar zo ergens, maar we kunnen er meteen heen gaan. Maar, welkom mijn persoonlijk favoriet, we kunnen het ook niet doen. En dat is toch even super interessant. Er zijn namelijk super veel geheime kaarten hier. Valt best wel mee, 1 of 2. Maar toch, super belangrijk, super interessant. Heb ik al gezegd iets met het woord super erin of dat niet? Eens even kijken. Er is waarschijnlijk ook wel ergens een kabouter hier, want ik zie wel een holletje kabouter. Je moet die dingen opeten, piemel. Nou ja, whatever, ga dan maar dood. Een smekkie! Als de kabouters die paddenstoelen eten, dan komt er namelijk heel veel van dat spul vrij dat heet smekkies. Maar ja, die kabouters, die gehoorzamen nooit die bitches. Gaan ze gewoon op de grond liggen op hun luie kontje. Een beetje verwachten dat ik ze dood maak. Erg lullig. Eens even kijken. Daar is gewoon een kist. Wauw, sneaky kist. Ik geef toe. Kist, jij bent sneaky. Voor de rest kan ik eigenlijk niet zo heel veel zeggen over de wereld van Harry Potter. Ik vroeg me dan af of er een spreuk is die baby's kan verwijderen. Dat je al zwanger bent dan fetus deletus. En dan is gewoon je fetus weg. Je fetus. Fetus deletus. Het klinkt wel lekker. Fetus deletus. Foetus deletus. Baby is weg is Maximus. Dus ja. Oh, je hebt natuurlijk ook die ene spreuk. Petrificus totalis. Dus die ene verhardingsspreuk. Kun je piemel oneindig hard mee maken. Lifehack, dat is wel echt een lifehack. Die stond niet eens tussen het lijstje van de dingen die voor seks gebruikt zouden worden. Dan eindig harde piemelspreuk. Ik zou het persoonlijk gebruiken. Maar ik heb het niet nodig. Want mijn piemel is sowieso oneindig hard. Denk daar maar over na. Precies. Oké dan. Hier is een geheim. Best wel geheim. Waar gaat die heen? Dat vind ik altijd zo stom. Dan heb je zo'n lampje ding en dan... Nee, ik moet iets zoeken. Helemaal geen zin in. Had daar gewoon een kist neergezet. Scheelt mij een hoop zorgen, snap je? Oké, nou, deze kist is in ieder geval fantastisch. Fantastisch. Dus even kijken. Daar is nog steeds een vuurkrab. Boeit me niet. Doei. Eens even kijken. Heb ik al gezegd dat ik even ging kijken of dat niet? We kunnen nog even door deze poort heen. Zal vast wel iets leuks te doen zijn. Aha, nog meer dingen. En een geheim geluidje. Dankjewel voor het supergeheime geluidje, game. Wat is daar boven te doen? Wat is hier? Er moet iets zijn hier. Het ziet er heel raar uit, deze muur. Ze hebben niet zomaar een muur er neergezet, maar een raar bakjesysteem. Zit er iets achter als je er een spreuk op doet? Of hoe werkt dit?
Wat is daarboven? Oké, het touw moet je doorhakken. Ik snap het al. Je moet het touw doorhakken. Ah, een kistje. Wat leuk. Wat leuk gedaan. Applaus. En natuurlijk zit daarin een zilveren kaart. Leuk man. Leuk gedaan. Applaus voor jou. Applaus voor je vrouw. Applaus voor je kinderen. Doei. Later, bitches. Auw, bijt me niet zo, vrouw. Oh, hele snelle slak in één keer. Vliegt zo door het beeldscherm heen. Hier, ga maar lekker in het water zitten, viespeuk. Ik hoop dat je oplost. Nee, oké, ja. Zo, jij wordt wakker zonder lichaamsdelen. Ook super grappig. Nu gaan we naar die gekke kwast toe. Hij is lekker aan het snurken hier, terwijl hij, ja, kipfilet eet. Ik ben best wel jaloers op kwasten leven. Gewoon een beetje slapen en kip eten. Dat is best chill. Dat kwast niet wakker wordt. Daar is hij. Hij ligt te slapen als een ontzettend lelijke baby. Zo zou ik het niet omschrijven, maar ja, hij ligt wel te slapen in de stallen. Of het lijkt op stallen in ieder geval. Waarom slaap je in de stallen, kwast? Waarom ga je niet gewoon lekker in bed liggen of zo? Waarom doe je dat niet gewoon, kwast? Dat zijn de dingen die ik me afvraag. Waarom doe je dat niet gewoon? Precies, precies. Yeah. Yeah. Oké, dan. Daar hangt gewoon een pikhouwbeel. Geen idee waarom mensen in de wereld van zwijnen zijn nog een pickaxe zouden gebruiken. Heb je geen magie of zo? Nou ja, doen ze niet aan. Dus even kijken. Zijn er nog leuke dingen te doen? Nee, gewoon een bankje om lekker op te slapen. En aan de andere kant ook een lekker bankje om te slapen. Nou, dat is gewoon chill. Oké, dan, bitch. Ik ga je plukken. Als een kippetje. Heel raar zo. Bleh. Oh, lekker. Stop ik in mijn zak. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Ik kan dit geluid maken door te zwaaien. Waarom fluister je? Ik moet een stukje kwast naar Hermelien brengen. Je weet gewoon dat omdat je niet meteen begint bij de wc van Hermelien, er is vast iets aan de hand, of niet soms? Ik weet niet eens wat er aan de hand is. Niks blijkbaar? Oké. Okay. Er moet er wat aan de hand zijn. Er moet toch een reden zijn dat we niet meteen bij Hermelien spannen. Hier ben ik trouwens nog helemaal niet geweest in deze kamer. Dat is ook helemaal niks speciaals hoor. Hij is wel vaak afgesloten. Hier is namelijk het gedaantewisseling lokaal van professor Anderling. Dus ik heb geen flikker te doen namelijk. Er staan allemaal met kistjes die je open en dicht kan doen. Maar volgens mij staan er geen grote kisten of zo met kaarten erin. Nee, dat niet. Nee. Het is gewoon wel geinig als je niks te doen hebt. Kom je even gezellig langs bij professor Anderling. Leuk is trouwens ook in de Harry Potter wereld dat op ieder schoolbord hetzelfde staat. Hier, hetzelfde. Leerzaam. Leerzaam. Gewoon iedere keer hetzelfde leren. Iedere les precies hetzelfde leren. Het zou best wel saai worden, denk ik. Gewoon een gokje. De gok van vandaag. Eens even kijken. Nou, dan gaan we toch maar gewoon de badkamer in, denk ik. Oeh, een smackie. We kunnen ook deze kamer in. Als het goed is, staat daar misschien nog een kist met een bronzen kaart erin. Hier is het lokaal van professor Banning. Oh, wat staat daar op de borden? Wat een toeval. Het is haast geen toeval meer. Is het toeval? Ja, het is toeval. Oké, dan. Hier is een kist. Leuk, als je van kist houdt, denk ik. Met daarin een bronzen kaart. Wat een prachtplaatje. Echt waar, het is echt gewoon een mooie. Het is gewoon een mooie. Hoe gaat het met onze kaartencollectie? 28 van de 40 zilveren, 33 van de 50 bronzen. En ik heb er nog 0 gekocht van medestudenten. Dat betekent dat ik er heel veel zelf heb gevonden. Want iedere kaart die je niet vindt, op plaatsen waar je niet meer heen terug kan. Mooie woordcombinatie. Die koop je van je medestudenten. Andere kaarten liggen of bij challenges of gewoon op school. Ik heb een stukje van kwast, man. Goed gedaan. Chill. Oh, hij haalt ook echt uit zijn piemel. Het is gewoon mijn eigen schaamhaar. Eet dat maar lekker op, Ron en Emmeline. Lekker dan. Alsjeblieft. Jij liever dan ik. Oh ja, leuk feitje. In deze game is trouwens de stem van Hermelien ook Dora. No. Dus ja, als ze nog een keer wat zegt, luister even naar wat ze zegt. Nu verandert trouwens in kwast. Yuck. Harry. Yuck. Wow, ik heb dat het filmpje nog nooit gezien op de computer. Serieus niet. Ik heb het echt altijd doorgeskipt. Kijk. Dit is vet grappig. Ik heb ook in één keer andere kleren aan. Beetje raar. Hij wordt echt zo lelijk. Hij is zo lelijk nu. Dit is echt fantastisch. Ja, prima. Probeer de leerlingenkamer van Zwadderich binnen te komen en zoek Draco. Het probleem is met wat er nu zojuist gebeurde. Het probleem is, ik ben dus zeg maar, mijn kleren veranderde met die van kwast. Maar, ik hield wel mijn bril nog op. Huh? Het leuke is, hij spreekt sprookje heel anders uit. Dus ik ga ook af en toe voor een sprookje gewoon even mijn bek dicht houden. Gewoon ten eerste, hoe die spreekt. Leuk hè, komt-ie. Alohomora. Alohomora. Flipendo. We gaan nu kijken hoe kwast zijn Flipendo klinkt. Komt-ie dan. 1, 2, 3, blaze het. Oh, dat is weer een Alohomora.
Allohomora, aha, een smekkie. Ik, kwast, diklijvige, ben daar dol op. Zo, even afsnijden, even doodvallen. Hoe klinkt het als je valt? Geinig. Neem maar lekker drankje, jongen. Zuiplap. Zuiplap heeft problemen. Met kwast gaat het niet zo goed. Drank maakt zijn leven kapot. La 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 la. Speciaal voor jullie heb ik deze deplasma's laten liggen, want dan kunnen jullie horen hoe kwast deplasma zegt. Komt-ie, hè? Deplasma! Het is best wel geinig. Ik vind het zelf best wel geinig. Deplasma. Laten we nu gewoon lekker verder gaan met ons Harry Potter leventje. Hier is een Flipendo trouwens. Flipendo. Hey Hex, niet door zo'n Flipendo heen lachen. Dat is, ik weet dat kwast stom is en zo, maar gewoon dwars door hem heen lachen toont toch een gebrek aan respect. Moet je zo over nadenken. Waar ga ik eigenlijk heen momenteel? We kunnen even kijken of we een kaart kunnen kopen als kwast zijn. Want mensen spreken je ook anders aan dan wanneer je Harry bent. Ga maar. Sorry. De voorraad is... Ja, zeker alleen maar omdat ik van Zwadderich ben, hè, kalootzak. Weet je wat ik me afvraag? Kun je naar de duelleerclub? Waarschijnlijk niet. Het zou heel raar zijn als je kan duelleren. Ja, gooi ze die deur dicht. Verdomme, het lijkt me zo leuk om te duelleren als kwast zijnde. En mensen spreken dus nu wel anders aan van... Hé, ga bij me weg, vlegel. Ga bij me weg. Dat is wel grappig. Moet je van houden. Ik ga naar professor Snape toe. Wat zou professor Snape zeggen als hij kwast tegenkomt? En daar zie je dan iemand anders van Zwadderich. En die moet je dan volgen. En dan weet je natuurlijk het wachtwoord van Zwadderich. Je kan niet zomaar naar een Zwadderaar toe. Hé, Zwadderaar. Was het wachtwoord? Oké, waar is professor Snape? Ik vraag me af of ze een speciale zin hebben ingesproken voor als je... Waarschijnlijk is hij er gewoon niet. Professor Snape! Die altijd hier is zo'n beetje. Waar ben je? Nee, hij is gewoon weg. Fuck. Nou. Nou. Oh, nou. Wow, ziet er wel echt uit. Een kast vol drankjes. Dat zie je meteen. Oké, dan. Gaan lekker naar de leerlingenkamer, Zwadderich toe, man. Hartstikke leuk, hartstikke fijn, hartstikke leuk om hier te zijn. Nee, is geen probleem. Is geen probleem. Dus even kijken. Deze kant op, alstublieft. Zo, en dan zie je hier iemand het supergeheime wachtwoord zeggen. Bloedzuiver. Ah, dat is dus het wachtwoord. Ik weet dat het wachtwoord is. Ik kan gebruiken om de leerlingenkamer van Zwadderich in te komen. Je weet het zeker. Ja, je zag het zojuist gebeuren. Ik noem het gewoon even op. Oh, hoe zegt hij deze spreuk? Lumos. Zo grappig. Dat is hier zo, ja. Hak het touw door. Defendo. Oh, hilarisch. Oké, ga deze kamer op, jongeman. Bloedzuiver. Het wachtwoord is ook zo voorspelbaar. Het is racistisch. Tegen... Ja, je moet gewoon bloedzuiver zijn om een of andere reden. Sowieso, dat bloedzuiver werkt toch niet. Want zeg maar... stel je gelooft erin dat er een Adam en Eva zijn. Ja? Dat kan, dat mag van mij. Alleen, dan moeten Adam en Eva allebei tovenaar zijn geweest. En dan is iedereen bloedzuiver. Als Adam of Eva geen tovenaar is geweest, dan is er geen 100% bloedzuiver. Net zoals de mensen altijd zeggen van ja, ik ben 3/4 Nederlands en 1/4 Indonesisch. Dat kan alleen als al je voorvaderen van de Nederlandse kant Nederlands zijn. En dat ene kwartje dat je hebt, moet alleen maar Indonesische voorvader hebben. Anders is het geen 3/4. Er komen hele rare breuken uit. Mensen lachen altijd als ik zeg, ik ben voor 2/5 Duits. Dat kan toch helemaal niet? Tuurlijk kan dat wel. Je moet al je voorvaderen in de berekening meenemen hoor, vind ik dan weer. Oh, je moet trouwens even naar beneden toe. Super geheime lift. Woe, wat een hippe shit. Wat bedieren? Oh ja, hier moet je iets geks doen. Hak de touwen door, mijn jong. Defendo. Dus ja, weer wat geleerd. Volgende keer als iemand zegt, ik ben 3% zo en 10% dat, zeg je, dat weet je niet. Want dan moet je je volledige familieboom weten voor de rest van je leven. Oh, er ging daar een deur open, joh. Dat wist ik helemaal niet. Hallo daar, vlegels. Hallo. Zullen we er eentje meenemen door de hele game heen? Oh, Rick, moet dit nou weer? Moet je weer zo'n kutkabouter meenemen? Ja, dat is wel verplicht eigenlijk. Oh shit, ik moet hem wel meenemen. Moet hij wel op het liftje? Nee! Ik krijg hem er niet uit. Shit, hij zit vast. Ik wou hem meenemen. Ik hield van je. Zo. Nou, liftje, ga maar omhoog. Doei, kabouter. Doei. En eens even kijken. Ah, we zijn er in het midden. Moet je weer op de knop gaan staan. Dan gaat de kamer weer draaien. Oeh. Spannend. Oeh, we kunnen ergens heen. Als je nog een keer drukt, vind je dan eigenlijk een geheime kamer? Hoe werkt dit? Nee, dan gaat de kamer. Gaat een deur achter me dicht nu. Fuck. Oh, dit is vet stom. Hij pest gewoon de beste vriend van Malfides. Echt de meest influential dude van heel Zwadderich. Veel plezier, kwast. Ik wil nu echt oprecht weten wat er gebeurt als je nog een keer op die knop gaat staan. Er komt vast een geheim uit. Ik weet haast zeker dat er een geheim uitkomt. Het moet haast wel. Dit geheim heb ik ook nog nooit eerder gevonden. Ik dacht iedere keer, hoe kom je bij die trap?
Ik, serieus, tijdens deze serie heb ik heb nog nooit zoveel geheimen gevonden in Harry Potter als tijdens deze serie. Ik ben langs het boek geglipt. Ga ik namelijk even offscreen. Terwijl ik dus niet opneem, even kijken of ik nog, door nog een keer op die knop te springen, nog een extra kaart vind. Ik zal de volgende aflevering en mijn vindingen rapporteren. Wat er dus uit is gekomen. Misschien blij dat je dan op die manier vet veel andere shit kan doen. In de serie die ik eerder deed van deze game, miste ik dus gewoon 3 bronzen kaarten. Dat zijn dit soort dingen. Ik zag die kist altijd staan, maar ik wist gewoon echt niet hoe ik erbij kwam. Wauw. En nu weet ik het gewoon. Er valt zo'n last van mijn schouder af. Het zijn ook allemaal hele duidelijke dingen, maar om een of andere reden, als ik normaal speel, dan let ik daar niet op. En als ik opneem wel ofzo, I don't know. Ho. 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 Mooi. Hallo Homora. Wat zit erin? Oeh, een mooie kaart trouwens. Dat is een mooie kaart. Dit soort kaarten kopen dus normaal altijd bij van die winkeleigenaren. Maar niet vandaag. Nee. Jongens, ik ga je bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Deze brug is best wel kapot, of niet dan? Moet je allemaal slime aan de bovenkant laten gooien. Glijbaan! Wee! Ja, weet je wat? Wat een kut glijbaan, zeg. Wee! Glijbaan is dood, zou je bedoelen? Oh nee, we moeten weer helemaal opnieuw beginnen. We kunnen het dan meteen testen, onze theorie. Onze draaitheorie. Dat is 1 keer draaien. Daar in een deur, ja. Moet je vet veel moeite doen om weer terug te komen. Kun je niet gewoon nog... Ja, ik kan gewoon meteen weer draaien, of niet? Nee, je moet eerst weer deze speciale route nemen. We gaan het nu gewoon live uitzoeken, joh. Boeien, dit duurt echt een paar seconden, joh. Zo, lekker die kant op, naar beneden. Ja, leuk. Allemaal leuk en aardig. Hak die touwen maar door. Ik zou het best wel tof vinden als een geheim was hierdoor. Gewoon nog een keer op die knop springen. Ik ga er eigenlijk niet van uit. Maar, waarom hebben ze anders een heel moeilijk kamersysteem gemaakt met meerdere knoppen en al die bullshit? Waarom maken ze dat als het geen nut heeft? Ik ben echt benieuwd. Omhoog ding, dankjewel. Oké dan. Niks bijzonders gemist, spring er maar op. Dan gaat de volgende deur namelijk open. Super duper leuk. En nou spring je er gewoon nog een keer op en dan kijken of hij doordraait. Nee hè, doet hij niet. Sorry jongens, ik heb jullie vet op laten bouwen en erin is het gewoon de grootste teleurstelling ooit is gebleken. Het spijt me. Tot de volgende aflevering, want daar is meer van de game. Harry Potter en de geheime kamer. Ja, ik weet, je gaat de brug saboteren, bladibladibla. Ik krijg jou nog wel, kleine vlegel. Tot de volgende aflevering van Harry Potter en de geheime kamer, waarin meer geheimen en meer kamers gevonden zullen worden. En ja, dat wordt hartstikke leuk, hoop ik. En natuurlijk, als ik binnenkort Harry Potter en de geheime kamer af heb, ga ik weer beginnen met Harry Potter 1 en Harry Potter 3. En Harry Potter 4 heb ik laatst al gedaan, ga ik nooit nog een keer doen, wat een kut game is dat. Harry Potter 5, Harry Potter 6, Harry Potter 7, Harry Potter 7.2. Komt allemaal gewoon weer voorbij, dus voor jouw dagelijkse dosis Harry Potter. Want ja, ik hou van Harry Potter, jij houdt van Harry Potter, wij houden van elkaar. Tot de volgende aflevering, doei!